Als je nog op zoek bent naar een Halloween-tractatie, wat dacht je van Halloween-appels? Ik begin met het tekenen van een stokje nippen aan een ronde bovenkant. Dan teken ik aan beide kanten de boogjes van een appel. En in dit geval dip ik die appel in een dikke laag met slijm, chocola of glazuur. Jij mag kiezen. En bij de andere teken ik een hele appel. Je kunt strepen tekenen die over elkaar heen gaan, zodat het net lijkt alsof je een mummieappel hebt getekend. Zeker als je er twee grote ogen achter tekent. En op deze manier kun je dus de appels op heel veel verschillende manieren versieren. Kijk, de vorm van de appel die blijft altijd hetzelfde. Maar wat je ermee doet, dat is helemaal aan jou. Dat vind ik ook altijd het leuke aan versieren. Hij is me verbazen hoe snel de tijd gaat. We zitten alweer op dag 97. Over een paar dagen is het zover, dan hebben we de 100 dagen gehad. En dat gaan we vieren. Hoe? Dat laat ik je binnenkort zien in de stories. Ik hoop jullie ook vanmorgen weer te zien. Zelfde tijd.